In Kaatsheuvel is vandaag het startsein gegeven voor de bouw van Bosrijk. De Efteling geeft daar vandaag openheid over dat vakantiepark. Koen Schellevorst, manager verblijfsaccommodatie van de Efteling. Ja. Bosrijk, jullie zijn er jaren mee bezig geweest. Ja, klopt. Wat is het precies? Bosrijk is een vakantiepark, kort verblijf vakantiepark van de Efteling met plaats voor 1000 gasten in een aantal verschillende woningen. 6 en 8 persoons woningen en 4 persoons appartement. 178 woningen komen, dat correct, begrijp ik, hè? Ja. En die komen allemaal in het gebied waar wij nu staan. Ja, klopt. Ik laat even iets zien van de omgeving. In dit gebied krijgen we bosvilla's. Daar in de verte zie je de contouren van het centrale voorzieningengebouw, waar het poorthuis, waar een krankcafé komt, een receptie, een mooi terras en een waterspeelplaats. En waar staan wij nu? Wij staan vlakbij het park, hè? Wij staan heel vlakbij het park. Ik denk vanaf hier wandelen naar het park. Dat is echt in de weglijn die kant op. Ongeveer 5 minuten maximaal. Dus Bosrijk ligt echt tegen de Efteling aan. Ja, de bouw is, de officiële aftrap was vandaag. De bouw is al begonnen. Ja. Zoals we daar op de achtergrond kunnen zien. Ja. Wanneer gaat Bosrijk de eerste gasten verwelkomen? Wij verwachten op 11 december 2009 de eerste gasten te verwelkomen. Waarom precies op die datum? Dat is de start van de winter Efteling 2009-2010. Ja. En dan moet het park hier af zijn? Dan moet het af zijn. En dan moet alles opgeleverd zijn, helemaal klaar en volledig gebruiksklaar voor de gasten. Hoeveel mensen komen er hier in totaal, kunnen hier dan terecht? 1000. 1000 gasten in de eerste fase. De eerste fase, dus er komen meer fases? Ja, we krijgen ook nog een keer een tweede fase met 500 bedden, in plaats van 500 gasten. Ja, en wat wordt het uiteindelijk in totaal? We hebben een afspraak met Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie dat we hier in dit gebied, ook ten andere kant van de golfbaan, in totaal kunnen komen tot 2100 bedden. Hoeveel extra banen levert dit op voor de regio? In die eerste fase moet je denken aan, als ik alle diensten erbij betrek, zou je moeten denken aan tussen de 80 en de 100 mensen die hier aan het werk gaan. Wie bouwt Bosrijk? Heijmans bouwt Bosrijk. Ja. En het is een investering, hoorde ik vanochtend, van 46 miljoen euro. Klopt. De grootste die jullie ooit gedaan hebben. Klopt. Ja, de grootste investering ooit voor de Efteling. Ja. Spannende tijd daarom? Ja, men kijkt toch wel over je schouder mee uiteraard. Het is een groot project, er zijn veel partijen bij betrokken. En voor de Efteling van groot belang. Bosrijk is een middel tot het doel. En dat is meer bezoekers naar de Efteling halen. Ja, en het doel is ook 365 dagen per jaar open, hè? Correct. Ja, klopt. Dat hopen we eigenlijk na een paar jaar toch wel te kunnen realiseren. Ja.